Ik ben Wil Ploegman, voorzitter Raad van Bestuur van Proteion, een VVT-organisatie in Noord- en Midden-Limburg. Begin 2019 werden wij geconfronteerd met een kwaliteitsprobleem. Een kwaliteitsprobleem waar we hebben geprobeerd zelf aan te pakken, maar al heel snel werd duidelijk dat het niet een probleem betrof wat slechts op één locatie speelde, maar eigenlijk in de hele organisatie. Het belang voor onze organisatie was duidelijk: als de inspectie het scherp toezicht verlengde, zou onze organisatie uiteindelijk geen nieuwe cliënten meer mogen opnemen. We kenden P5.com, waren zeer gecharmeerd van de resultaten die ze bereikt hebben. En meer specifiek Jos Merks, werkzaam in onze regio in het verleden, die bekend is om zijn daadkrachtige aanpak. Jos heeft bij ons een team opgezet wat het probleem daadkrachtig, fris en voortvarend heeft opgepakt. En dat heeft geresulteerd in dat verscherpt toezicht na een half jaar werd opgeheven. Bij die aanpak heeft hij geen trucje vertoond. We merken nu, weer enige tijd later, dat het resultaat van de aanpak van P5.com blijvend is. En de ideeën en de manier van aanpak nu nog steeds binnen onze organisatie uitgevoerd worden.